Wat is dat mensen en welkom terug bij een nieuwe video. We hebben groot nieuws mensen. Zoals jullie weten is de appkaasje van Koen natuurlijk super populair. En waarschijnlijk weten jullie ook al wat het grote nieuws is, want het is natuurlijk al verteld. Onder andere bij het Jeugdjournaal. Binnenkort komen er nieuwe poppetjes bij. Nou, twee ga ik er verklappen. Handee komt erin. Een hele goede middag iedereen. En Ace, het komt er ook in. Hey! Maar inderdaad mensen, ik zit in Kaasje. En vandaag ga ik dus even met mezelf spelen. En zoals jullie zien ben ik een gekke ninja strijder, je weet toch. Ik heb dit spel persoonlijk ook nog nooit gespeeld, dus dit gaat mijn eerste keer zijn. En dan vraag je natuurlijk af, maar hoe kan je al die dingen al unlocked hebben dan? Nou, dat heeft Koen me even gegund, zodat ik met mezelf kon spelen. Dus vandaar. Dus ja goed mensen, hier gaan we dan. Mijn eerste keer, oh, wow, wow, er zijn ook levels blijkbaar, oké. Nou, die... Oh, wow, die heb ik nu ook. Oké, laten we eerst het normale level spelen. Oh, hier gaan we. Oh, ik ben een gekke ninja strijder. Ik weet natuurlijk wel hoe deze game werkt. Ik bedoel, het is letterlijk springen of... Oh, huh? Oh, nee, oké. Oh, het is nieuw voor mij. Ik heb natuurlijk al een paar video's gekeken hoe dit werkt en zo. Dus dat komt allemaal goed. Oh, oh, nu is het... Oh, shit. Oh, wow. Die omgedraaide besturing is nog best verwarrend. Oké, hoe lang... Oh, let's terug. Oké, let's go. Let's go, homie. Let's go. Maar op zich, jullie weten het. Ik ben een pro gamer, dus dit is easy voor mij. Oeh, geluidjes. Let's go. Kijk, ik ben benieuwd hoeveel kaartjes ik als mijn eerste score kan. Maar ja, goed, ik heb natuurlijk video's van anderen bekeken. Dus ja, het is een erg simpel spel. Wat je erg makkelijk onder de knie kan krijgen. Oh, wat is dit? Een magneet. Oh, oh, ik wist niet eens dat dat er was. Woop. Oh, dit was ook een tactiek of zo. Dat je slide en springt tegelijk. Oké, spring, spring. Eerlijk, ik ben nog best goed in deze game. Let's go. Hé, ze hebben de huidskleur van mijn poppetje in ieder geval wel goed. Die is... Oh, die beweegt, yo. Die schil. Oh, 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 shit. Maar het grappige is dus, ik heb specifiek om een ninja poppetje gevraagd in deze game. En hij heeft hem voor me gemaakt, hoor. Een gekke ninja strijder, Hanwe, je weet toch. En zo, wat speelt het lekker met mij. Kijk, ik denk dat ik gewoon nu 200 kaartjes al heb, omdat ik met mezelf speel natuurlijk. Oh, wow, wat gebeurt hier? Ik denk oprecht dat ik nog gewoon 1000 kaartjes kan halen. Hey, besef, dit is gewoon mijn eerste keer. Oh, misschien voel ik mezelf nu wel heel goed, maar ben ik het helemaal niet, maar goed. Oh, 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 nee, nee, oeh, nee. Ik dacht even dat het even fout ging. Magneetje erbij, je weet toch. Hup. Bam, 300 kaartjes. Let's go. Let's go, boys. Bro, dit spel is easy. Ik klaar deze game easy. Holy shit. Oh, en we gaan de 500 alweer aantikken. Oh, let's go. Let's go. Bijna. Huh. Huh. Nee, oh. Wow, 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 wow. Dat ging bijna fout. Maar we hebben 500. Let's go. Let's go, team. Let's go, Hanwe. Je doet goed werk, bro. En inmiddels gaan we alweer richting de 700 kaartjes. Let's go. Ik ga sowieso 1000 halen. Wow, 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 wow. Huh, wat is dit? Oh, dat is nieuw, man. Wat? Hey, die stenen gingen daar vastzitten. Oké, oké. Ik vraag me eigenlijk af. Wordt dit ook moeilijker? Is het steeds moeilijker aan het worden of heb ik het gewoon niet door? Het voelt wel moeilijker, denk ik. Oh, wat? Nee. Nee, waarom deed ik dat? Oh, dat was zo dom. Doorgaan vanaf checkpoint. Kijk, Ed. Nee, dat doen we niet. 944 kaartjes aan mijn eerste run. Helaas geen 1000. Maar ik weet niet wat ik deed. Nee, ik hoefde er niet eens te springen. Maar dat was echt dom. Maar goed, laten we nog even kijken wat er meer is. Er is natuurlijk ook meer toegevoegd in deze app. Ik ben onder andere namelijk tegelijk met Ace toegevoegd. Laten we hem ook even spelen. Ik ben een skateboardende Belg. Let's go. Oh, dat is best wel cool. Ik kan bukken op mijn skateboard, maar natuurlijk. We spelen trouwens ook in een nieuwe map, het rioolmapje. Oeh, oké, oké, oeh. Er zijn nieuwe dingen in deze map, let's go. Oh, wat een rat. Ieuw, ieuw, ga weg. Ga weg. Oh, dat is wel toepasselijk. Ratten en kaarsjes, oké. Oh, wat is dit? Wow, 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 wat, wat? Wat, oh, ik ben dood. Wat, wat? Oké, die zag ik niet aankomen. Het wordt een soort van Flappy Bird zo. Hier gaan we nog een keer. Let's go, team. Kom op. Wat zijn die rode kaarsjes? Oh, dan krijg je min kaarsjes. Hé, dat is niet nice, man. Dat is zeker niet nice. Kom op. Kom op. Hé, maar hij pakt die rode kaarsjes ook. Dat is echt super hinderlijk. Let's go, let's go. Ik wil weer in een vlieg transformeren. Kom op. Gun met een vlieg. Wow, wat is dit? Wow, huh? Oh, oh, shit. Dan ga je sneller. Hé, ik weet allemaal niet wat deze shit is, man. Nu gaan we nog een keer. Oh, wat is dit? Een drol. Oh, wow. Oh, wow. Het is ondersteboven. Ik ben een rat. Hé, dat is best wel hard. Wow, ik ben een rat. Hey, ziek. Oké. Oh, let's go. Let's go, boys. Kijk, hier sprong ik vorige keer dus. Dit deed ik zo. En toen was ik dood. Oh, shit. Ah, weer doe ik dat. Oké, ik wil nog één keer in een vlieg transformeren. Kom op. Oh, shit. Daar gaan we, de vlieg. We zijn weer een vlieg. We spelen Flappy Bird. Oké, oké. Dit is echt een soort Flappy Bird. Oh, oké. Let's go, let's go.
Dit level is wel veel moeilijker dan het vorige level. Hier gaan we. Dubbele kaarsjes. Let's go. Ik vind Ace dit zo'n poppetje ook wel hard, man. Hij heeft een skateboard. Waarom heb ik geen skateboard? Hé, waar is mijn skateboard? Oh, hij is natuurlijk skaterboy. Wow, huh? Ik wist niet eens dat je daar moest springen. Oké, ik zie nu trouwens ook dat er nog meer nieuwe characters zijn. En dat is blijkbaar Stefan de Vries en Marije Zuurveld. Laten we die ook gelijk uittesten. We spelen met Stefan. Let's go. In het riool. Wow, wow, wow. Hij maakt jou... Wow, dat is cool. Hij maakt elke keer een salto als je springt. Maar wat als je liggend springt? Oh, dan niet. Hé, hij maakt elke keer salto's. Oh, wat is dit? Wat is dit? Wow, wow. Oh, dan ga je sneller, hè? Zo. We gaan sneller, boys. Oh, en nu gaan we weer slow, of niet? Oh nee, blijf snel gaan. Ik zeg je eerlijk, ik vind dat sneller spelen toch chiller of zo. Oh nee, shit. Alright, laten we Marije ook even uittesten. Marije is een of andere prinses, let's go. Oké, ik ben Marije, je weet toch? Wow, ik besef, er zijn opeens dus 3 blonde mensen bijgekomen. Hé, ik ben de enige Aziat, ik ben speciaal, yeah. Ik ga even zelf voorplegen in 3, 2, 1, vaarwel Marije. Oh, ik ga niet dood. Oh, ja, toch wel. Nou goed, ik moet zeggen, de flip van Stefan was toch wel echt vet. Maar goed mensen, voor de mensen die dus al kaarsjes spelen en genoeg kaarsjes hebben voor mij. Ik ben 25.000 kaarsjes. Koop mij! Want ik bedoel, waarom zou je niet de coole Ninja handen willen hebben. Maar goed jongens, dit was het eigenlijk weer voor deze video. Like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later.